President Desi Bouterse heeft tijdens zijn toespraak op het onafhankelijkheidsplein vandaag flink uitgehaald naar Nederland. Nadat de verzetzaak was uitgesteld, sprak hij het goed opgekomen publiek toe. De president meent dat Nederland hem al geruime tijd probeert uit te schakelen. Het staatshoofd noemde onder meer de opstelling van dat land tijdens het 8 december strafproces. Het dossier met belangrijke informatie wordt bewust geheim gehouden. Bouterse zegt dat dit alles slechts om het presidentschap draait. Ten man, want ik hoor dat dit voor Bouterse een troonpresident morgen. Met dat juni bepaald ook. Wacht op zo. 25 mei kom. 25 mei kom de volk in taki. Zij had me ede. Zij forceer. Allemaal wat door president. Ja, want ik man na assemblee, zafanen. Wat door president. Mede. Amakjara. Ja, nooit meer om Paul, Paul bij om Paul dat hij, met een zap bakasang eilong, maar eilong constant, maar nooit aan de voorzitter. Maar ja, we willen een van Oranje. Mi mama, amai drei sribi wichi am troon president. Am troon president. Fuchara konder is geliefer baka, tja kolonisator. Over my dead body. Bouterse noemde decembermoorden een incident dat zich heeft voorgedaan in 1982. Volgens hem is waarheidsvinding de beste manier om tot een goede oplossing te komen voor dit vraagstuk. In oorlog gebeuren er incidenten. In oorlog gebeuren er incidenten en wij weten dat dit een incident is. Het is niet het patroon van het leger. En laten wij doen aan waarheidsvinding. Laten wij daaruit concluderen dat er dialoog moet ontstaan. Laten wij doorgaan met verzoening. En laten wij, en ik strek mijn handen hier op dit podium uit, naar alle Surinamers. Suriname, hoe ne begrijp. Boem voor Suriname ne begrijp dat dadelijk akondere die zien naar wat rakondere. Dubai. Mijn accident tramang. Stop nanga ala den broeia. Stop nanga ala den lee-app. President Desi Bouterse vandaag op het onafhankelijkheidsplein. Het staatshoofd ziet graag dat het decemberstrafproces via dialoog wordt opgelost.